Scoetjezielen, een traditionele en unieke Friese cultuursport. Een oude sport met sfeer en karakter. Al sinds het midden van de 18e eeuw worden er zeilwedstrijden gehouden met vracht- en beurtschepen. Uit die wedstrijden is in de 20e eeuw het scoetjezielen ontstaan zoals we dat vandaag kennen. Er zijn in Friesland twee scoetje-organisaties, de IFKS en de SKS. Mijn naam is Peter de Jong, ik ben voorzitter van de SKS, de Centrale Commissie Scoetjezielen. De SKS, de Centrale Commissie Scoetjezielen, is opgericht in 1945 en organiseert jaarlijks het SKS Scoetjezielen op de Friese Wateren. De vereniging is opgericht met twee doelstellingen, behoud van het Friese authentieke scoetje en het organiseren van wedstrijden. Binnen de SKS worden volgens eigen, uniek historisch onderbouwde reglementen gezeild. Er is een wedstrijdreglement en een originaliteitsreglement. Nou, we hebben het originaliteitsreglement. En de bewaker van het originaliteitsreglement zijn in eerste instantie natuurlijk onze leden zelf, de eigenarencommissie en de schippers. Maar daarnaast hebben we nog de commissie Amos, de originaliteitscommissie, die echt de originaliteit bewaakt. En ook een adviserende functie heeft richting schippers en eigenaar, maar ook richting SKS-bestuur. De SKS is een organisatie die verantwoordelijk is voor het bewaken van de authenticiteit en tradities welke bij het scoetjezielen horen. En die daarbinnen ruimte creëert voor vernieuwingen. Nou, de innovaties is dan meer de achterkant. Wij zeggen altijd, aan de voorkant zijn we authentiek, aan de achterkant professioneel. En daar hoort de innovatie ook bij. Waar we ook heel erg mee bezig zijn, is de kwaliteit van de wedstrijden. Waarbij we ook proberen nieuwe technieken te gaan gebruiken. GPS en dat soort zaken. Verder hebben wij ons track-and-trace systeem. Waarbij je dus virtueel live naar de wedstrijden kunt kijken via onze website. Nou, dat zijn een aantal voorbeelden van zaken waarin we proberen innovatief te zijn, mee te bewegen met de huidige trends en ontwikkelingen. Maar we blijven wel natuurlijk altijd proberen het authentieke karakter zoveel mogelijk aan de voorkant te handhaven. De SKS regelt tijdens de wedstrijden de jurering, de afzetting van het wedstrijdveld en de start en finish met het startschip. Ook draagt de SKS zorg voor de media. Nou, we hebben 11 wedstrijden met 11 verschillende wedstrijdcommissies. Dat zijn plaatselijke commissies die de wedstrijd organiseren. Dat gebeurde vanuit vroeger, dat gebeurde dat door de kasteleins. Dat is doorgezet binnen onze organisatie met plaatselijke wedstrijdcommissies. En die plaatselijke wedstrijdcommissies zijn voor die dag de baas op het water. Het scoetjezielen is het belangrijkste cultuurevenement in Friesland. Dankzij dit evenement herleeft ieder jaar opnieuw de glorie van de oude zeilvaart met deze klassieke Friese platbodems. Nou ja, onze identiteit ontlenen wij natuurlijk de Friese cultuur. Hè. Het scoetjezielen is echt een cultuursport. Wij zien het ook als een Fries gedachtegoed, wat wij ook willen doorgeven weer naar de volgende generatie. Ieder jaar zeilen de 14 scoetjes van de SKS-vloot om het officiële kampioenschap. 2 weken lang wordt er op het scherpst van de snede topsport bedreven bij dit grote Friese zeilevenement. Er wordt volgens een vast wedstrijdschema gezeild. En op de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijden vindt de traditionele loting plaats in Grauw. Voor de walstart bij de Veenhoop en Eernewoude. Een andere feestelijke traditie is het binnenhalen van de SKS-scoetjes in Lemmer. Als welkom en eerbetoon aan de schippers en bemanningen. Iedere wedstrijd trekt enorm veel bezoekers, zowel op het water als op de wal. De eerste wedstrijd vindt plaats in Grauw en de laatste wedstrijd wordt gezeild in Sneek. Vol passie strijden de 14 SKS-koetjes om de eer, de kampioenswimpel en de prachtige wisseltrofee, het zilveren scoetje.